Leuk man. Ik zit hier met Lange Frans. Frans, je hebt natuurlijk ook radio gemaakt. We laten de beats even voor wat het is. We hebben je net het gast gehad bij Kikkens Hip Hop Hits op Wild FM. Mm. Ik vind het goed, dus ik wil even met jou over je radiocarrière hebben. Ja. Jij bent begonnen bij Wild FM. Nou, nee, dat is niet... Daarvoor nog radio gedaan? Nou, kijk. Mijn radioavontuur is begonnen toen ik op vrijdagochtend de rap op maat mocht doen bij Giel Beelen. Toen Giel de ochtendshow kreeg, toen 6 maanden nadat hij de grote ochtendshow kreeg, toen belde hij me op en toen mocht ik elke vrijdag komen rappen. Okay. En dat was voor mij, zeg maar, in de ochtend met Ivan en met Eline. Ja. En daar heb ik echt gezien, okay, dit is hoe 3 mensen de fucking ochtendshow maken en een vlammen. Ja. Jaar in, jaar uit. En dat heeft mij wel echt geïnspireerd. Hoe lang heb je dat gedaan, die week? 7 jaar. Weekoverzicht, ja, hè? Ja, 7 jaar. En toen heb Kraantje Papi heeft het overgenomen. En toen ben ik bij de 747 AM terechtgekomen. Was een soort voorloper van Phoenix. Q The Beat? Nee, ik weet, god, hoe heette dat nou ook alweer? Ja, ik weet wat je bedoelt. Jurre Bosman had het opgezet. Shout-out naar Jurre. We kregen ongelooflijk veel geld betaald. 747 AM? Ja, dus dat kon je alleen maar ontvangen als je een Deense vraag vrachtwagenchauffeur was met een Nederlandse radio en je reed zeg maar in zijn in Denemarken. Ja, ja. Dat was dat. En toen kwam Wild op mijn pad inderdaad. Ja. En dat was lekker, want Wild zat toen de tijd in Amsterdam-West. Ik woonde daar, dus dat was echt heerlijk op de vrijdag, zaterdag, even voor de shows, die show doen. En dat was top. Deed je het alleen of met iemand anders? Nee, ik deed het alleen. Ik werd wel geholpen, want het Dalet-systeem is nooit mijn vriend geweest. Dus ik had echt wel iemand nodig die dat kon. Maar je deed niet de techniek zelf? Nee. Dat zou zeg maar, nu zou ik het kunnen met die rode podcast. Ja. Weet je, als het zeg maar 6 sporen is en 8 knoppen, dan raak ik niet in de war. Ja. Maar als het meer is dan dat, dan... Ik vond dat Dalet altijd... ik weet niet. Het is een Frans systeem. Dus het zit ook vol met bugs. Tegenwoordig hebben we Omniplayer. Het is eigenlijk gewoon een luxe Dalet. Maar daar ben ik ook niet zo kapot van. Maar hoe lang heb je Wild FM gedaan dan? Ik denk een paar jaartjes. 2,5 jaar. Toen ben ik naar Slam nog gegaan. Ja, uiteindelijk ben ik naar Slam met Nicky. Heb ik ook heel erg leuk gehad. Nicky heeft me ook heel veel geleerd. En later nog Sanne. Altijd hele goede producers en sidekicks gehad. En altijd tof samengewerkt. Ook met iedereen, met Igmar en met de jongens van de avondploeg heb ik ook nog een hele tijd bij gerept. Ja, ik ben eigenlijk wel cool met veel mensen in Radioland, hoor. En, zou je niet weer willen doen, radio? Ja... Wat ik zeg, als er een aanbod komt dat te verleidelijk is om niet te bestaan, dan zal ik er zeker over nadenken. En tot die tijd zit ik gewoon mijn ding te doen. Dus je hebt niet echt het idee van ik moet weer, weet ik veel, van me laten horen op andere manieren dan rap. Dus ik moet maar kijk, ik heb natuurlijk mijn podcast. Hè, en ondanks dat hij niet meer op YouTube staat, wordt hij gewoon 100.000 keer beluisterd en bekeken elke keer dat ik er eentje drop. Ja. Daar kan ik 1,5 uur in de maand kan ik alles zeggen wat ik denk en wat ik geen vind. Muziek draaien, dat vindt Spotify niet leuk, hè? Dat weet ik. En dat is jammer. Dat is kut. Het grappige is, ik had dus een podcast gemaakt. Dat is podcast nummer 21 uit mijn hoofd. Met de Boys in the Loads. En daar had ik al mijn muziek van het album die nog niet uit was. En dat kan natuurlijk wel, want dan kan je niet geflagd worden natuurlijk. Oh, omdat het nog niet uit dat is. Dat herkennen ze niet. Precies. Ja. Dus dat is het systeem waar je dan achter komt. En als je dus inderdaad je eigen ding doet, dan kan dat dus ook. Okay. Dus zolang je... Maar goed, dat werkt ook niet altijd handig natuurlijk. Nee. Door alleen maar nieuwe muziek te draaien. Je wilt natuurlijk ook van alles draaien eigenlijk. Mm. Maar de podcast is echt een praatding. Dus daar heb ik niet echt muziek in nodig. Maar een showtje op Funix, zo 1 keer in de week of zo? Nee, hè? Wat is dat toch? Je wil gewoon niet meer voor een baas werken, hè? Nee, kijk, ik zou het wel op kunnen nemen in de studio. Maar nogmaals, dan moet het wel zeggen, wat is het concept van het programma? Mag ik draaien wat ik wil? Ja. Mag ik zeggen wat ik wil? Mag ik mijn eigen podcast ook promoten? Word ik ontslagen als er volgende week weer iets over me in de media komt? Ja. Weet je, ik heb daar, als iemand komt, moeten ze wel echt van me houden en vertrouwen in me hebben. En, ik snap het. Maar goed, ik zeg nooit nee op voorhand, hoor. Alles kan, maar ik ben niet de makkelijkste wat dat betreft. Nee. Zeg maar. En welke podcast? En ik zit ook niet om werk verlegen, want ik ben mijn eigen werkgever. En ik leef van streams en optredens. En dat gaat vooralsnog prima. Lekker. Behalve de optredens dan. Ja, hopen dat weer snel komt. Welke podcast luister je zelf? Joe Rogan? Rogan af en toe, maar Rogan vind ik ook soms heel nep als hij met allemaal astronauten gaat zitten praten en zo. En dat vind ik dan allemaal gaar. En dan is hij weer een dino-onderzoeker. En dan denk ik van ja, maar weet je, dat is allemaal onzin, allemaal gelul. Maar laatst had hij een podcast met Quentin Tarantino. Die vond ik echt teringbruut. Maar ik ben een Tarantino-fan. En vooral als je hem hoort praten over zijn vak. En ik ben de laatste tijd natuurlijk heel veel bezig met videoclips maken. En ik produceer dat nu meer zelf dan ooit tevoren.
Ik begin te snappen wat het verschil is tussen een 24 mm, een 35 mm, een 55 mm lens en dat soort shit, weet je wel. Fish eye lensen, gekkigheid. Dus dat vind ik mooi. Maar Rogan dus. Je hebt een hiphop podcast, heet Drink Champs. Dat ken ik niet. Dat doe ik. Dat wordt gepresenteerd door Noriega van Super Thug, weet je wel. In de Arie. Nou, goed. Drink Champs. Ja, nou, ik heb niks met drinken, dus dat vind ik jammer. Ik vind jammer dat alcohol de boventoon voert en dat er steeds shotjes genomen moeten worden. Maar af en toe zitten er ongelooflijk interessante gasten. En juist omdat ze een slokje drinken, komen er wel eerlijke verhalen naar boven. En ik heb dus net zit ik midden in de podcast met Scarface. En dat is ook dat is fantastisch. En ja, dat is. En af en toe zitten er dingen tussen dat je echt denkt, wauw. En je leert ook heel veel van de industrie en van hoe dingen gespeeld worden en zo. En dat is leerzaam. Ja. Oké, de luistertip als je zelf ook met de hiphop bezig bent. Drink Champs dus. Ja. Staat op Spotify. Absoluut. Oké, gaan we checken. In ieder geval op YouTube. Ja. Oh ja, en de Joe Budden podcast vond ik ook heel dope. Ja? Joe Budden was van pom, 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 pom,
Ja. En hij was heel erg gepikeerd dat hij niet zo'n grote zak geld had gekregen als Rogan. Rogan heeft natuurlijk 100 miljoen gekregen. Ja, bizar. En het grappige is, als je bijvoorbeeld kijkt, als je dus stilstaat en je kijkt via Spotify naar Joe Rogan, dan kun je dus ook gewoon de video consumeren. Ah. En dat kon dus altijd al, snap je? Dus hè, het is ook raar, waarom mogen wij als artiest alleen maar die 7 seconden erop zetten? Ja. Waarom niet gewoon de hele video, snap je? Dus en waarom mag ik mijn video niet erop zetten? Mm-hmm. Dus ik kom er ook steeds meer achter dat zeg maar, het lijkt alsof we in een soort van vrije systeem terecht zijn gekomen als artiesten, maar aan de achterkant van het systeem valt nog een hoop af te dingen. Ja. Oké. Okay. Hey, en van Netflix nog een serie tip tot slot? Het is niet Netflix, maar Handmaid's Tale heb ik heel erg ingezeten. Dat vond ik echt vond ik heel dope. Netflix vind ik vind het shady hoor. Dus ook als je gaat kijken met Barack Obama en dat soort typjes in de directie van Netflix en zo. En het is wel. Netflix is voor mij iets te grote regenboogfabriek aan het worden. Snap je wat ik bedoel? Het is allemaal iets te trans en iets te veel. Nee, het is niet voor mij. Oké. Okay, nee. Ik zeg niet dat er neppe dingen. Het zijn sowieso wel dope dingen, maar niet alles is definitief voor mij. Wat is dan het platform waar je wel naar kijkt? Ja, ik heb niet echt een platform. Ik laat me inspireren door. Als een Tarantino dan bij Rogan zit, dan vind je dat. Ja, precies. Dat is meer hoe shit op mijn pad. Oh ja, dat vind ik ook heel interessant. Dit is een gozer op YouTube. Die heet John Levy. J-O-N en dan spatie en dan Levy, zoals het spijkerbroekenmerk, zeg maar. En die maakt hele dope video's, hele suffe video's eigenlijk over dingen die in onze geschiedenis wellicht op een bepaalde manier verteld worden, maar die we ook eens door andere ogen zouden kunnen bekijken. Oké. En elke zaterdag dropt hij een video. En dat is voor mij zoals ik vroeger aan de buis had gekluisterd voor die Michael Jackson videoclip. Zo zit ik nu aan de YouTube gekluisterd op zaterdag tot hij weer wat dropt. Oké, ga ik checken. John Levy. Heel interessant.